Hola grappies, het is weer dinsdag, dus staat voor Donnie Dinsdag. Deze week gaan we een overheerlijke roti maken. Vet lekker, vet simpel, dit onder de 10 euro. Voordat we gaan beginnen, ik weet dat je een roti met komijn, koriander en masala moet maken. En vind je het lekker, doe je een damsingetje erbij. Maar dit allemaal is veel te duur voor Donnie Dinsdag. Dus wat doen wij? Wij gebruiken deze overheerlijke Surinaamse kruiden. Alles in één. Als je het kan lezen, ik weet niet zeker, staat er koriander, komijn, peper, bla 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 enzovoort. Dus dit gebruiken wij. Vet lekker, vet simpel. Let's go. Deze week gebruiken wij kousenband, ei, knoflook, rotiplaten. De aardappels, ei, en niet te vergeten de kippendij, en misschien wel een van de belangrijkste dingen, bouillon. Waar beginnen we deze week mee? We beginnen met een pannetje vullen met water, zetten we op het vuur, want we gaan onze eieren afkoken. Als we de pan op het vuur hebben gezet met water, dan gaan we over naar ons aardappelschillen. Die gaan we even schillen, en dan gaan we verder jongens. Als we onze aardappel nu hebben geschild, gaan we die even in iets kleinere blokjes snijden. Niet de kleine blokjes, maar iets kleiner gewoon. En dit gooien we niet gelijk in een pan. Dit houden we gewoon even apart. Want roti is natuurlijk een eenpansgerecht. Dus we knallen alles in één pan. Doen we uit je knoflook en daarna doen we de kip. Meanwhile. Nu het water koken voor onze eieren, ja, gaan we onze eieren afkoken. Doe dit lekker 9 minuten, want dan zijn ze wel hard, maar nog niet te hard. En in de pan straks met de roti gaan ze verder garen. Dus doe het lekker 9 minuten. Nu we onze eieren in de pan hebben gedaan, moeten we alleen zoals knoflook snijden. Dus dat gaan we even snel doen. En dan gaan we echt lekker koken, jongens. Last but not least. Natuurlijk, onze kippendij. Wat ik al vaker heb gezegd, geen kipfilet, we willen geen schoonzoon ons eten. We willen geen schoonzoon ons eten. Oké. Okay. Maar kippendij, vet lekker, moet je doen. En de kipfilet, die snijden we gewoon even snel in kleine stukjes. En... ik heb gelijk een vraag. Sowieso, veel mensen die dit kijken en die weten hoe ze roti moeten maken, gaan nu klagen van, je bent vies man, je was je kip niet, dit, dat, bla bla. Dus reageer even in de comments en laat mij weten waarom ik mijn kip zou moeten wassen. Want ik heb de koksopleiding gedaan en ik heb altijd geleerd, kip hoef je niet te wassen. Want bacteriën gaan dood boven 100 graden. Dus als we de kip afbakken, gaan de bacteriën dood. Dus, ben jij het niet met mij eens? Reageer even in de comments en laat mij weten waarom niet. Of waarom je wel de kip moet wassen. En voorbereid. Knal een grote pan op het vuur. Dat vullen we lekker met wat olie. En niet bang zijn met de olie, lekker gaan. De olie laten we natuurlijk even warm worden. En dan gaan we beginnen met het maken van onze overheerlijke roti. Als de olie warm is, uitje erop. Heb je het in huis? Ben je rijk? Ben je niet zo rijk, maar heb je het wel in huis? Pak de chilipoeder of chiliflakes en doe dat eroverheen. En dit hoef je niet te doen. Hou je niet van peper, hou je niet van spicy, dan doe je het niet. Dan laat je de chili flake en de madame Jeanette enzovoort, dat laat je allemaal weg. Als dit in de pan zit, beginnen we met 2 eetlepels van onze masala koriander komijnmix. Dit laten we even snel arroseren. En om het nog een keer uit te leggen, het houdt in dat de kruiden warm worden, dat de kruiden open gaan staan, zodat de kruiden meer smaak en fraai kan geven, zodat het nog lekkerder wordt. Ik bedoel natuurlijk mioteren, excuus. Als we dit in een pan hebben, gooien we kip erop. Wanneer we de kip in de pan hebben, is ondertussen de ei klaar. Dus die gieten we even af en die doen we onder koud water, want dan gaan we onze eieren schrikken. Eieren schrikken, houd eens in. Kook je eieren af, daarna doe je koud water op, zodat ze lekker hard worden. Tjabas. Kip hebben we aangebakken, zeker 3 à 4 minuutjes. Doen we de aardappelen erop. En als je gewoon ruikt, jongens, de geuren springen uit de pan. Vet lekker. Echt lekker. Als we de aardappelen in de pan hebben en de kip, zout, peper, belangrijk. Hoge smaak brengen, hoge smaak werken. Dat is belangrijk.
800 ml. En dat gooien we over onze aardappel en kip heen. En waarom doen we er nu allemaal vocht bij? Dan hoeven we niet bang te zijn dat het helemaal kut wordt. We hebben aardappels in de pan. En wat houdt het in? Aardappelzetmeel, dat bindt. Dus wat ga je zien gebeuren? De aardappels worden zacht. We laten dat zetmeel los, waardoor het vocht dikker wordt. Waardoor we straks een lekkere, dikke massa krijgen met kip, aardappel. Volgende manier. Vaak zie je terugkomen in de Surinaamse koken. Is maggi blokje of bouillon. In dit geval doen we zeker een maggi blokje erbij. Want dat geeft een extra boost. Goed doorheen roeren. Nog één snufje zout. Nog een snufje chili. En dit geven we zeker even de tijd om even te koken. En even te laten gaan. En dan gaan we weer verder checken hoe het gaat met onze overheerlijke roti. Ondertussen gaan we natuurlijk ons ei spellen. Dus, let's go. Als je ei is nog een klein beetje warm is. Dus je hebt hem wel laten schrikken. Dus hij is van buiten goed afgekoeld. Maar hij is nog een klein beetje warm. Pelt je ei veel makkelijker. Much later. En nu je ziet dat je vocht lekker dik begint te worden. Doen we ons overheerlijke kousband aan. Even afproeven natuurlijk. Nog niet hoog smaak. Snuffy. Zout. Doe maar lekker 3 snuffies hoog smaak. Snuffpeper. En vind jij hem nu nog steeds niet hoog genoeg op smaak? Kan je er nog een lepeltje van je overheerlijke roti mix erbij doen? Zeker nog wat zout en peper erbij doen. Altijd zelf op smaak werken zoals jij het lekker vindt. Ik laat je basis zien. Ik laat zien hoe ik het lekker vind. Natuurlijk, voordat we gaan proeven, we gaan gewoon even 1 roti rollen, want ze zijn vers. We halen verse roti rollen. Gewoon half minuut in de magnetron. Tjala. Zet onze overheerlijke roti op. Doen we er 2 eitjes op. En vind jij het nou lekker om je ei ook warm te hebben? Dan doe je gewoon lekker je eitjes in de roti. Maar ik doe het er nu gewoon overheen om ook een mooie foto te maken. Voor de thumbnail, jullie weten het wel. Dus ik zeg, eet smakelijk en laten we proeven. Vet lekker. Vet simpel. En dit onder de 10 euro. Laten we de Surinaamse tokens nu met rust. Coco roti lekker zelf. Abonneer op Donnie Dinsdag. Klik op de like. Reageer wat jij volgende week wil zien. Misschien maken we dat samen. Wie weet. En ik zie jullie volgende week. Later, schatjes.